Hey, wat onwijs leuk dat je er weer bij bent. Gezellig, welkom. Ik ben langzaam maar zeker onderweg naar Nederland en tot slot natuurlijk naar Zweden. Ik wens je bij deze heel veel kijkplezier. In deze video rijd ik van Osuna naar Córdoba, naar Poza Blanca. En dan door naar Naza Rico Malilio. Een hele rit en duidelijk op weg naar Holland. Maar op onze rit naar Nederland doen we natuurlijk nog heel veel plaatsen aan. En onder andere, dat is Córdoba, waar ik me nu bevind. En misschien kan je je nog herinneren van de vorige video dat ik een heel veel liters benzine onder mijn bed had. En helaas, dat heb ik nog steeds. Ik rijd hier rond met 85 liter benzine. Als je de vorige video niet gezien hebt, dan adviseer ik eerst die even te kijken. En ik moet zeggen, ik heb daar echt slapeloze nachten van gehad. Hoe ik nou in godsnaam van die 85 liter benzine afkom. Wat een nachtmerrie. Maar ik heb een vermoeden dat ik een oplossing gevonden heb. Bij die camperplaats in Córdoba, eigenlijk is het gewoon een gemixte parkering, het is geen echte camperplaats, maar het wordt getolereerd daar te overnachten. En ik had daar in de reviews gelezen dat daar een buitenlandse meneer, die heeft daar de opdracht op zich genomen om campers hun plek te wijzen en een oogje in het zeil te houden. En in de reviews noemen ze hem meneer Looky Looky. En hij wijst dan naar zijn ogen, zo van ik look, en ik hou het in de gaten. Het was erg grappig om dat te lezen. En die meneer is niet aangesteld door de gemeente of wat dan ook. Hij heeft zich die taak toegenomen en verdient zo een centje bij. En in de review schreven ze ook, geef die man 2 euro, dan is hij helemaal blij. Nou, en daar met het gele vestje, daar zie je meneer Looky Looky lopen. En hij wijst mij inderdaad netjes een plek. Was erg grappig allemaal. En hij was ook totaal niet opdringerig of wat dan ook, dus je bent ook niet verplicht hem geld te geven. Maar toen kwam ik op het idee, ik denk, zou hij interesse hebben voor mijn benzine? En met Google Translate gaf ik aan dat ik benzine had getankt, dat het fout was gegaan. En dat zat nu allemaal in jerrycans en of hij interesse had. Maar hij begreep het niet. Dus ik pakte een jerrycan van 20 liter en gaf dat aan hem.
en toen had je zijn gezicht moeten zien. Is dat voor mij? En hij begreep er helemaal niks van. Een nieuwe jerrycan gevuld met benzine die hij dan zomaar krijgt van een camperaar. Maar ja, daar was ik niet mee klaar natuurlijk met 20 liter. Want ik had 85 liter. Nou, uiteindelijk stonden er 7 jerrycans met benzine om zijn scooter. En hij was de hemel te rijk. Het heeft me wat geld gekost. Maar jee, wat was dat een blij gezicht. Ongelooflijk, dat maakt alles goed. Ik had het zo gaaf. Nou, inmiddels ben ik lopend naar het centrum gegaan, dat is 2 kilometer. En ik was onvoorstelbaar verrast hoe mooi Córdoba is. Zoveel historische gebouwen, zulke mooie panden en ook heel veel toeristen. Ondanks dat het weer niet alles was, was erg verbaasd. En dit bijvoorbeeld, een oud theater in Jugendstil. Prachtig, alleen de deuren al, was een genot om naar te kijken. Nou, de morgen dat ik vertrok uit Córdoba, kwam meneer Loekie nog even bij me langs en hij bedankte me heel erg. En hij schreef in het zand dat zijn scooter 0,5 liter gebruikte, per 10 kilometer verwacht ik dan. En dat hij er meer dan een jaar mee kon rijden met de brandstof die ik hem had gegeven. Dus ondanks het troosteloze weer, mijn dag was verschrikkelijk goed. Nou, 1 nacht heb ik in Córdoba gestaan en dat was voldoende, tevens om de stad te bezoeken. Op die camperplaats is ook helemaal niets, geen water, geen vuil water te storten of wat dan ook. Er zijn wel afvalbakken, maar dat is alles. Het kost dan ook niks, terwijl je midden in de stad staat, dus dat was perfect. Nou, een paar vloggen terug had ik al aangegeven dat ik hoopte op meer regen voor Spanje, want dat was hard nodig. Maar zoveel. Ze hadden daarboven niet helemaal goed naar me geluisterd, denk ik. Mijn god. Dat waren wat angstige uurtjes. En waar ik eigenlijk het meest bang voor was, was dat de weg weggespoeld zou zijn. En in het ergste geval op een plek waar ik de weg niet eens kan zien omdat er zoveel water stroomt. Dus het was een beetje niet helemaal prettig.
Ik was wel erg blij dat de camper zo hoog op zijn wielen staat en van die grote wielen heeft. En moet je kijken naar de linkerkant. Dat is echt enorme watermassa's en enorm snel stromend. En je weet natuurlijk niet wat je te wachten staat daar verderop. Misschien dat je uiteindelijk de hele rit wel weer terug moet doen. En dan passeert dus zo'n Spaans autootje die het verkeer moet gaan regelen. Nou, dat voorspelt nog niet veel goeds. Maar gelukkig viel dat nogal mee. Hij bleef daar in ieder geval staan, dus het kon niet erger worden. Maar wat een enorme watermassa's. Voorlopig hebben ze geen probleem met water nu in Spanje. Dus dat is een goed teken. En ik ga al hoger de bergen weer in. Dus ook dat is voor mij voorbij, die watermassa's. Kijk eens wat een mooie plek. Helemaal geweldig. Heel erg rustig. Soms een paar wandelaars. Maar verder fantastisch. Het is een oud treinstation. Wat niet meer in gebruik is. Met prachtige natuur en parkeermogelijkheden. En kijk dan toch, er is weer water in Spanje. Het heeft geregend, ik denk nu 2 weken. Enorm veel water overal. Maar wat mooi, nu woon ik aan een rivier.
En dat was heel lang terug dat er zoveel water hier gestroomd heeft. Kijk maar eens naar de bomen en de struiken, hoe diep onder water ze staan. Heel mooi voor Spanje. Nou, je ziet daar in de verte een spoorwegtunnel. De rails hebben ze weggehaald en daar hebben ze asfalt neergelegd. En dat noemen ze de Via Verda in Spanje. En daarmee creëren ze hele mooie fietspaden op de plek waar voorheen de treinrails lag. Daar is het oude station. Machtige fietspaden. Ik kon het niet laten om dit nader te bekijken. Altijd leuk om een beetje de historie te bekijken en te achterhalen, fantaseren hoe het geweest is. Het is alleen zo jammer dat sommige mensen moeten het altijd slopen. Ook een soort restaurant geweest, denk ik. Nu zie ik het. Het is een pizzeria annex bar geweest. Helaas niet meer. Zo, dat ding is nog groot. Onnodig. Nou, ik hoop dat je er weer enorm van genoten hebt van deze video. Geef me dan een positief duimpje. Neem een abonnement.
En ik dank je voor je aandacht. Ik wens je een hele fijne week en hoop je volgende week weer te zien. Doei doei!